Hallo vriendjes, vandaag gaan we een experimentje doen en dit zijn de spullen dat je nodig hebt. Water, 2 glaasjes, zout, een aardappel en een mes. Ondertussen heeft mijn papa al uit de aardappel 2 stukjes gesneden. Ze moeten even groot zijn. Dan moet je de aardappel in 1 glas en de andere in dat andere. Dan moet je water in doen. Dat ze bijna vol zijn. Dan de andere. Moet ook bijna vol zijn. Dan moet je in 1 van de 2 zout doen. Oei. En een beetje roeren. Zo, en dan 2 uurtjes wachten. Hallo vriendjes, willen jullie weten hoe het experiment is gegaan? Zien jullie het verschil? De ene is groter dan de andere. Willen jullie weten waarom dat zo is? Dat komt omdat het water wil gaan waar het meeste zout is. Bij het ene glas is het dat maar het zout in de aardappel. En bij het andere wil het naar het zoute water in het glas. Daag!